PSV presenteerde donderdagavond het nieuwe thuis- en uitshirt van de nieuwe kledingsponsor Umbro. Tevens het laatste shirt met Philips als hoofdsponsor op de borst. Op 3 juli liggen ze pas in de vernieuwde fanstore in het Philipsstadion. Het ED had er vrijdag al 2 te pakken en peilde de meningen op straat. Ja, ik ben niet van die club, dus ik heb er ook geen mening over. Ja, ik vind het uitshirt mooier. Ik ook. Maar ja, ik vind de randje op zich ook al mooi bij die... Randje. Ja. Ik vind ze eigenlijk heel mooi. Heel mooi? Ja, vooral die hier, die uitshirt. Dat heb ik al gezien. Ik vind hem ook heel apart, hier met die vorm, met die strepen. Ja, er zit een soort bliksem, ja. Een soort bliksemschicht, ja. Zit erin. Ik vind het thuisshirtje mooier, maar mijn man het uitshirtje. Dus dat is de voetballer. Ja, gewoon een trouwe streepje en de kleuren rood-wit, dat vind ik toch de hobby PSV. Ja, ik vind ja, Umbro sowieso al niet echt. Ja, het moet gewoon Nike of Puma of zo worden. En ja, vind je wat kraagje? Ja. Ja, voor mij had het geen kraag op mogen zitten, gewoon meer als dit shirt. Ja, meer het uitshirt. Welke voetballer zie je nou het liefste in die shirtjes? Ja, Depay, maar die is nou weg. Die is nou weg. Oh. Nog geen nieuw idool? Nee, nog niet eigenlijk.